Op het moment dat ik het boek voor het eerst in mijn handen had, dat ik het helemaal af had geschreven, gingen we de tweede lockdown in. En ja, hoe magisch was dat voor mij? Ik kreeg het 's maandags en 's maandagsavonds werd er gezegd, streep het door. Schoonheidsspecialisten dicht, kappers dicht, de winkels gingen dicht. En mijn boek had ik voor me. Dus het was een heel mooi cadeau eigenlijk om op dat moment mensen bekend te maken van hey luister, het is vervelend dat we in deze lockdown weer zitten, maar je kunt met dit boek echt wel jezelf helpen. Waar corona veel mensen en activiteiten in de problemen brengt, zien sommigen ook nieuwe kansen in deze bijzondere situatie. In de serie De Andere Kant van Corona, vandaag de Nunense fysiotherapeute en schoonheidsspecialist Mirele Hendricks. Tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis moest ik mijn praktijk ineens sluiten. Ik stond ineens thuis met twee kinderen en ik kon mijn patiënten niet zien. Ik kon helemaal niks. Dus vond ik dat eigenlijk heel vervelend, want ik wilde toch wel iets doen. Dus ik ben eigenlijk al mijn gedachten op gaan schrijven. En dat heeft eigenlijk uiteindelijk geresulteerd in een boek. En het was eigenlijk de bedoeling om dat gewoon mijn patiënten mee te geven. Maar ik kreeg zo'n leuke feedback dat het daadwerkelijk uitgebracht is. Dat boek heeft een boodschap dat mensen eigenlijk zelf thuis aan hun klachten, of juist als preventief aan hun klachten, kunnen gaan werken. In het boek heb ik oefeningen geschreven, ontspanningsoefeningen, een beetje de theorie erachter, hoe ik op dit moment denk over het lichaam. Voeding, er staan leuke recepten in en een bodyscan die je eigenlijk altijd uit kunt voeren. Ik merk in mijn omgeving dat steeds meer mensen heel bewust leven van waar haal ik mijn producten, welke producten eet ik. Dat is door de corona, omdat eigenlijk door de corona ook bewustwording is gemaakt van ja, moeder aarde wil misschien ons wel wat vertellen. Dat mensen ook de tijd daarvoor nu nemen om daarna te luisteren en te kijken wat ze zelf kunnen doen. Het moment dat ik voor het eerst dit boek in mijn handen had, nou ja, dat was prachtig, dat was zo mooi. Je bladert er doorheen, het ruikt nog helemaal nieuw. En ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk om het boek eindelijk in je handen te hebben. En dat je er 9 maanden eigenlijk mee bezig bent geweest. Ja, corona heeft mij echt een hele grote kans geboden. Door het boek, door nieuwe gedachten die ik als fysiotherapeut ook hier in de praktijk naar boven breng. Ik ben veel meer bezig met mind en body dan alleen puur body. En ja, dat is echt wel door corona gekomen, ja. Ik ben terug gaan kijken van, goh, hoe zit ik zelf in mijn vel? Omdat ik er nu tijd voor had. En ik denk dat veel meer mensen dat mogen en kunnen doen.